die we niet winnend afsluiten. Ik wil u allereerst feliciteren om in zo'n korte tijd zoiets goeds op poten te zetten dat jullie er allemaal zijn. En het is geweldig via Facebook. Ja. Ook daar zag ik het. Maar laten we hartstikke duidelijk zijn met elkaar. De staat van de cultuur in het land geeft ook de staat van het land aan. Tast je de cultuur aan, dan tast je de beschaving van je land aan. En dat moeten we nooit willen. Over of kunst nou elitair zou zijn en nog meer van dat soort onzin. Ik kom uit het basisonderwijs en ik heb gezien hoeveel talent er in elk kind zit. Cultureel talent. Laten we dat alsjeblieft nooit verloren laten gaan. De strijd om het behoud van cultuur en kunst in Nederland moet dan ook niet een strijd worden tussen politieke partijen. En ik roep dan mijn 149 collega's op om dit niet politiek te maken, maar massaal achter kunst en cultuur in Nederland te gaan staan. Ik weet heel zeker dat van al mijn collega's er heel veel zijn waar hun kinderen ook op de muziekschool zitten, waar ze ook graag naar het museum gaan. Laten we dat met elkaar in stand houden. Maak hier geen politiek spel van, maar red voor de toekomst kunst en cultuur van Nederland. Dankjewel. Maar is het gewoon, laat je horen voor meneer Roemer namens zichzelf.